Het 5G-netwerk van Telesuur is vanaf 19 maart beschikbaar voor alle mobiele toestellen die 5G ondersteunen. Dorik Ramlakan, technisch directeur van Telesuur, geeft aan dat iedereen die over zo'n toestel beschikt gebruik kan maken van het hypersnelle 5G-netwerk. Telesuur heeft zijn 5G-netwerk in 2019 gelaunched. Toen was het reeds toegankelijk voor toestellen met een Android OS. Dat waren de Xiaomi 5G-toestellen en de Samsung 5G-toestellen. Het heeft ons zeg ruim anderhalf jaar gekost om met Apple overeenstemming te kunnen bereiken om hun toestellen toegankelijk te maken voor het Telesuur-netwerk. Dat moeten we met elke leverancier afstemmen. En nu is het wel succesvol dat de 5G-capable phones van Apple, dus de iPhone 12 en de iPhone 13, toegang hebben op het 5G-netwerk van Telesuur. Het netwerk is beschikbaar in downtown Paramaribo. Ramlakan legt uit welke gebieden vallen onder downtown Paramaribo. Downtown Paramaribo kunt u verstaan, Dominiestraat, Maagdenstraat, Centrum Paramaribo, het heel gebied Centrum Paramaribo. Daarnaast richting het uitgangscentrum, Anton Drachtenweg, Wilhelminastraat, Paramaribo Noord tot ongeveer Bonnystraat, dat gedeelte. En dan kijken we richting Charlesburg, komen tot de Tourtonnelaan, Tourtonnelaan naar andere richting Zwarteoevenbrugstraat, etc. Dus dat is het gebied, is het downtown Paramaribo, zien wij dat, omdat daar meer het zakelijke bedrijven zijn gevestigd die hogere snelheden nodig hebben. En daarom hebben we dat ook daar het netwerk uitgerold, maar we ook dat we zien dat dit gebied ook het gebied is bij de meest high-end toestellen. Er zijn gebruikers die meestal de latest toestellen hebben, software hebben. En is het ook goed dat je in zo'n gebied gaat testen, maar je gaat nieuwe technologieën ontwikkelen, zodat de users je feedback kunnen geven van let hierop of neem dit alsjeblieft mee. Vandaar dat we dit gebied hebben gekozen. Telesuur zal het netwerk blijven evalueren en de reikwijdte van 5G zal worden uitgebreid als er meer mensen op het netwerk komen. Aldus Ramlakan.